De vrouw is enthousiast. Ja, ja, enthousiast. Ja, dus, ja, enthousiast is. Ja. 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 Oké, okay, geweldig. Okay. Ik denk dat we wel daarover kunnen praten. Thijs, wat doen we nu? Ja, we leven daar verstandig tegen, denk ik, hè, om het vast te liggen. Middels een koopoptie. In een koopoptie zijn jullie zeg maar beschermd. Je doet een aanbetaling, maar dan krijg je ook zeg maar de zekerheid dat het aan jou verkocht wordt. Oké. Okay. Kijk. En wat is het bedrag daar? Aanbetaling is 5000 euro. Okay. Ja. He, dus jullie hebben genoeg spaargeld om te komen. Ja. Maar dat geeft jullie ook de zekerheid dat het aan jullie verkocht wordt. Want er is heel veel vraag voor deze woning. We worden dagelijks gebeld, gemaild. Oh. Dus het lijkt me verstandig om het vast te leggen. Okay. Yes. De woning gaat gelijk ook van de markt. Ja. Ja. Het kan niet meer verkocht worden aan iemand. Die optie geeft is ook de zekerheid voor de periode van, laat ik zeggen, 8 weken. Het rondkrijgen van de financiering, maar daar helpen wij ook bij. Okay. Ja. Dat je zekerheid hebt dat de woning ook voor jullie wordt. Want als morgen iemand komt die legt cash, wat Joel zegt, die woningprijs 70.000 op tafel, is het verkocht. Ja. 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 Hebben wij die optie getekend met jullie, kunnen we niet hebben. Is het van de markt gehaald. Dan zijn we eigenlijk zo goed als rond. En tevens ook, hè, de woning wordt vrij van hypotheek en bezwaar ook opgeleverd. Oh, dat ja. zijn belangrijke punten om bij stil te staan. Mm-hmm. Maar het staat ook tevens in de optie overeenkomst vastgelegd. Dus ja, alleen zekerheid voor jullie, maar ook voor de tegenpartij. Okay. Ja? Gefeliciteerd alvast. Dank je wel. Dank je wel. Yes. Hey, we gaan wat drinken, man, want dit is. Ja, dat komt bijna als jullie terug. Een mooie deal vandaag, hè? Leuke dag vandaag. Ik ben geen brand, jongen. Ja, ik zie het, jongen, hè? Maar dat komt. Lange vrouwen voortaan. Nou, gewoon een goede auto weer voortaan. Ja. Absoluut. Hey. Maar Thijs, de meeste mensen kennen surgoed alleen maar van het verkoop van huizen en percelen. Mm-hmm. Goed, dat is een groot deel van ons werk, maar we doen natuurlijk veel meer. Misschien dat we de kijkers kunnen meenemen met hetgeen wat we allemaal doen. Ja, kijk, we hebben natuurlijk de kijkers en kijkje laten nemen, althans op een speelse wijze, hè? Weet je, in de fascinerende wereld van het vastgoed en hoe zuurgoed te werk gaat. Ja. Maar je heeft eigenlijk alleen maar gezien hoe we een perceel of een huis verkopen. Ja. Interessant is misschien om de kijker even te wijzen op onze producten, hoe we dat doen en hoe zuurgoed inderdaad transparantie verleent binnen de wereld van het vastgoed. Ja. Nou, een van die tools is bijvoorbeeld onze website www.zuurgoed.com. Wat is zo bijzonder aan deze website? Een website heeft iedereen, maar je moet goed vindbaar zijn. Mm-hmm. En met name via Google, op de juiste keywords, kan je Google via Google heel makkelijk zuurgoed vinden. We hebben ongeveer 650 unieke bezoekers per dag. En komt die bij ons op de website, zult u wel zien dat u zich eerst moet registreren. Dat kan enigszins een beetje moeizaam lijken soms, maar het kost slechts 2 minuten, waardoor u automatisch in onze database met e-mailbestanden komt. En elke maand doen we inderdaad een nieuwsbrief maken en die gaat er 1 keer naar 12.000 man toe met daarin het nieuwste aanbod. Dus u hoeft niet elke dag op de website te kijken, u ziet het vanzelf eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk één leuke tool die we hebben. Zeker, ja, het magazine, Joel. Magazine, ook een geweldig product natuurlijk. Wordt 1 keer in 2 maanden uitgebracht, waarbij we zeg maar u, maar ook zeg maar de klant op de hoogte brengen van het nieuwe aanbod. Het magazine is gevuld met, ik kan even meekijken anders. Een aantal objecten, duidelijke foto's, heel transparant, de prijs is er ook bij. En nou goed, omdat het blad zeg maar 6 keer in het jaar uitkomt, blijft ook gewoon actueel. Zeker een heel belangrijk punt. Ik denk dat wij ons hiermee ook best wel onderscheiden van de rest van de pasgoedbedrijven. Kijk, het verschil natuurlijk is wel met het magazine, en dat vind ik, dat hebben wij zelf gedaan. Het kost ons eigenlijk als bedrijf best veel geld, maar wij besteden ook tijd en moeite eraan de klant te informeren en bij te staan. Hè. Ja. Ja, okay, hier is een column wordt geschreven over het vastgoed, maar we hebben bijvoorbeeld ook hele interessante bijartikelen die we aan de lezer presenteren. Ja. Ja. Zoals bijvoorbeeld de vaste rubriek misstanden. Ja. Ik ben er zelf een heel leuk rubriek waarbij we u als kijker eigenlijk, of in dat geval als lezer uiteraard, waarbij we u zeggen, let op dit of op dat, wanneer u overgaat door het aankopen van een perceel of een huis, of wat zou er mis kunnen gaan. Dus u bent altijd zeer goed geïnformeerd bij zuurgoed. En natuurlijk geven wij ook die zorg op maat, wanneer u een keer een bezoekje brengt aan ons kantoor. Klopt. Want klopt. Als u bij ons komt, ons ISO gecertificeerd kantoor, ik moet het er toch even bij zetten, we zijn onlangs ISO gecertificeerd. Ja, echt iets om trots op te zijn, vind ik. Het kost heel veel tijd en moeite. Maar goed, als kijker of als klant weet u gewoon dat je dan zakelijk bij een goed bedrijf. Ja. Ik vind trouwens, hè, Thijs, ook met het magazine en dit programma ook. Kijk,
we lijken soms commerciële jongens, maar we geven eigenlijk in praktijk juist heel veel advies. Hè? Het lijkt gelijk en het lijkt erg commercieel, zo ja, komt het over ja, inderdaad. Ja. Maar je wil natuurlijk wel duidelijkheid informeren, want precies, het aankopen van vastgoed, een huis of een perceel, doe je niet elke dag. Nee. En er gaat zoveel mis in de hele wereld van het vastgoed, er is zoveel gerommel. En een klant kan zich dat niet veroorloven. Nee. Wat essentieel is, en dat doe jij eigenlijk veel, ook binnen de serie, is inderdaad om elke keer met de klant naar de bank te gaan en van tevoren het budget te reserveren en te bepalen wat is benodigd van tevoren. Want je kan niet het wild weg gaan zoeken, terwijl je niet weet wat je budget is. Nee, klopt. Dus inderdaad, het belangrijkste voor een klant die zich wil oriënteren is, maar goed, ga eerst naar wat is mijn budget. Als je dat weet, stap 1 inderdaad, kun je zeg maar gericht met de makelaar of eerst zelf eventueel op zoek gaan naar een gepaste woning. Ja. Ja, ik denk Thijs dat het ook verstandig is om de kijker thuis te vertellen over hoe wij werken als het gaat om een nieuw object, hoe het zeg maar in de portefeuille neemt, wat onze voorwaarden zijn. Ja, no cure, no pay, u betaalt in principe helemaal niets. Ja. Nou niets, u betaalt bij verkoop. Wat wel heel interessant is dat Zuurgoed niet alle items aanneemt. Wij adviseren u, onze makelaar komt bij u langs, zal het object een keer grof scannen en zeggen van nou wat is inderdaad de verkoop of de haalbare verkoopwaarde. Voor example, stel uw huis is 150.000 euro waard, maar u wil er 200.000 voor hebben. Dan zal Zuurgoed u dat niet bij kunnen helpen, omdat die prijs ver buiten de markt is. Wij werken altijd prijs-kwaliteitsverhouding marktconform. En alles wat daarboven is, zal de markt op een gegeven moment verzuren of verzieken. Dus wij willen dat voorkomen. Klopt. En daar helpen we uiteindelijk iedereen mee. Klopt. Ja, dat is een belangrijk ding. Zonder meer. Hè. Alles wordt bij ons ook contractueel vastgelegd. Dus uiteindelijk als u zeg maar, uw huis of perceel bij ons te koop aanbiedt, worden zeg maar, de afspraken vastgelegd. Duidelijk. Het contract loopt 6 maanden standaard. En dat zorgt er ook voor dat wij dan in die 6 maanden als we dat zullen doen, om het ook te kunnen verkopen. Ja. Ja. Maar ja, inderdaad, we beginnen inderdaad om een commercieel praatje te lijken. Ik wil u als kijker uitnodigen, blijf ons alsjeblieft op de voet volgen. Regelmatig lekker kijken naar wat we doen in de praktijk. Ja. Natuurlijk is niet alles echt en bepaalde dingen zijn in scène gezet, maar zo gaat het in de werkelijkheid er wel vaak aan toe. Bedankt voor het kijken en we wensen u nog een prettige avond.